Sanne, halve finale overleeft 500. Voor mijn tijd. Halve finale ook gelijk. Je gaat nu door naar de finale morgen. Het zag er makkelijk uit. Voelt het ook makkelijk? Ja, zeker. Ja, je mag ook wat dat betreft. Ik heb een PR met een 407. En dat is van vorig jaar. Ik denk dat ik zelfs nog niet meer iets sterker ben. Ja, als je dan tussen het 435 loopt, dan mag dat niet moeilijk voelen. Nee, precies. En voor morgen, vorig jaar voor je natuurlijk. Ja. En wat verwacht je van dit jaar? Ik zou heel erg ten eerste dat zijn als ik niet zou winnen. Ik wil met Nijmegen naar huis. Precies. En in 2 weken geleden in Nijmegen liep je daar niet voor. Gaan we naar de volgende finale op deze derde dag van de SXNK 2018. Ik ga gewoon bij de mannen. Ik zie een 800 meter lopen. En dan zaterdag weer een 800 meter op Brussel. Is een eerste poging gisteren al. 56 meter 50. Kasper had die van Paros. Laten we het niet als zien in dit kijk. Nick, trots wel! Ga je naar het EK? Ja, nee. Nee, je moet gewoon heel realistisch zijn. Er zijn gewoon een paar hele sterke Europese meiden. En het schema zit ook zo in elkaar. Hij pakte net zilver in bij het kogelslinger. En nu in het veld van de Iskerswerpers. De man van die tas. Ik heb het omhoog. En dan zit alles. We zitten bij elkaar. En dan kan het het zilver was goed vorig jaar voor hem. Voor de man van de Lyon, Stefan Dekker. Het moet goed zijn. Ik verwacht niks, maar ik hoop het wel. Mooi doelstelling, dankjewel. Top, succes morgen.